Het is vandaag 30 juni en ik heb zojuist gedoucht en ik heb gewassen, mijn haren gewassen. Ik ben helemaal schoon. En nu ga ik met 30 dagen niet wassen. 3 jaar geleden was ik met mijn ouders en met mijn zus naar Amerika voor een maand. En toen hebben we op campings gestaan waar ze geen douches hadden. Dus was het op een gegeven moment zo dat ik een week niet had gedoucht. Maar ik voelde me eigenlijk helemaal niet vies en had er eigenlijk helemaal geen last van. En soms is het zo, eigenlijk altijd is het zo, dat ik thuis kom van dansles en dat het heel laat is en dat ik heel erg moe ben en dat ik er dag en daar vroeg op moet en dat ik dan niet ga douchen. En dat komt dan ook omdat ik me eigenlijk na die fietstocht naar huis helemaal niet meer vies voel. Door deze dingen had ik eigenlijk een theorie over mezelf ontwikkeld dat ik eigenlijk best wel lang niet zou kunnen douchen zonder dat ik me vies zou voelen. Dat wilde ik graag even uitproberen. En om dat uit te proberen heb ik mij 30 dagen niet gewassen. En jullie kunnen in deze video zien hoe dat is gegaan. Oké, dus dit zijn de regels. Ik mag niet douchen, niet me afspoelen of water in mijn gezicht gooien, zo min mogelijk mijn oksels scheren en mijn haren niet wassen. Ik mag wel mijn handen wassen en zwemmen. Oké, mensen, het is 3 juli. En normaal gesproken zou nu het moment zijn dat ik zou gaan douchen en mijn haren zou gaan wassen. Dus vanaf nu gaat echt het verval beginnen. Tot nu toe was er natuurlijk niet zoveel aan. Ik douche normaal gesproken sowieso niet zoveel. Ik douche eigenlijk alleen maar als ik mijn haar moet wassen. Over het algemeen tenminste. En dat is 1 keer in de 3 dagen. Dan wil ik weer mijn haar wassen, want dan voelt het een beetje vet. Dus nu ook, het ziet er niet echt vet uit, maar ik voel het wel een beetje. Dus ik moet ook niet, dit maakt het alleen maar vetter, dit hele doen. En dat doe ik helaas heel veel, vooral als ik veel aan het werk ben. Dus ik moet er ook gewoon van afblijven. Vanaf nu ga ik vies worden, zeg maar. Want op zich, ik denk dat sommige mensen 1 keer in de 3 dagen douchen ook heel vies vinden. Dat is niet zo. Dat is gewoon een feit. Als je ook googelt, zeg maar, wat wetenschappers zeggen. Elke dag douchen is gewoon in principe eigenlijk helemaal niet nodig. Veel mensen doen dat, maar dat hoeft gewoon niet. En ik zweet ook helemaal niet zoveel. Dus dat scheelt natuurlijk ook. En ja, we gaan merken wat er gaat gebeuren. Ik heb er eigenlijk met niemand over gepraat. Niemand weet hiervan. Ik heb een keer tegen Joren gezegd dat ik eraan zit te denken om dit te doen. En toen zei hij, ja, doe maar als ik weg ben. Maar nee, dat doe ik in zekere zin ook. Maar hij is ook deels gezien er wel. Ik ben gewoon heel erg benieuwd of hij op een gegeven moment iets gaat merken aan mij. Dat hij me vindt stinken of zo. Of dat hij zegt dat zijn haren vet. Ik heb eigenlijk zo'n vermoeden dat het wel mee gaat vallen. Maar misschien is het allemaal iets te optimistisch voor mij. Oké, het is dag 5. En vandaag was de eerste dag dat ik mezelf naar zweet vond ruiken. Maar toen heb ik andere kleren aan gedaan en toen was het eigenlijk weg. En toen heb ik daarnet echt het domste ooit gedaan wat je kan doen als je je 30 dagen niet aan het wassen bent. En dat is als ik ging afwassen. En afwassen een beetje saai vond. Dus ik dacht, ik zet allemaal leuke vrolijke muziek op. En ik heb echt, ik denk 1,5 uur voor de afwas gedaan. En alleen maar gedanst en gesprongen en zoveel gezweet. Het echt heel dom is. Dus ik ben nu echt best bezweet. Dus ik hoop dat ik zoals altijd, want ik doe dit natuurlijk wel vaker. 'S Avonds zoveel dansen dat ik helemaal zweet. En eigenlijk ga ik dan over het algemeen sowieso niet douchen. Omdat ik over het algemeen 's avonds niet douche. Dus ik hoop dat ik het straks gewoon niet meer merk. Dat het weer allemaal van me af is gegleden. Of in mijn huid is getrokken. Ik weet niet waar het heen gaat, maar dat hoop ik. Maar ja, op dit moment voel ik me een beetje vies. Maar goed, ik voel me wel vaker vies en dan gaat het meestal vanzelf over. We zijn aangekomen op dag 10. Wat betekent dat we op 1/3 zijn. En het valt me echt zo erg mee, allemaal. Ik heb wel echt wel een paar keer gehad. Want ik dacht, oké, ik ruik een beetje naar zweet. Maar niet heel erg. En ik heb ook het gevoel dat ik nu wel, ja, nu heb ik dus ook gewoon een shirt aan dat net uit de kast komt. En dan ruik ik eigenlijk niet eens echt zweet. Dus dat is best wel fijn. En ik heb maandagavond, het is nu woensdag, maandagavond heb ik echt heftig gesport. Ik ben naar 2 danslessen geweest. En eentje daarvan was echt, Ik zweet niet snel, echt niet. Maar ik zweette. Ik had echt allemaal vooral op mijn voorhoofd zweet in mijn haar. En dat is natuurlijk wel een beetje vies. Want mijn haar is ook al 10 dagen niet gewassen. Maar toen ik eenmaal thuis was, wat ik eigenlijk altijd heb, voelde ik me eigenlijk al niet meer vies. En ik heb er verder helemaal geen last van gehad. En dat had ik, was ergens toch een beetje bang dat ik er last van zou hebben. Maar het is gewoon helemaal niet zo. En waarvan ik van tevoren het meest dacht dat het echt heel kut zou zijn, was mijn haar.
En dan moet ik zeggen dat mijn haar zit wel nu, vind ik, over het algemeen niet leuk. Ik vind het elke dag niet echt leuk zitten. Maar ik vind niet dat je echt heel goed ziet dat het vet is. Je ziet het wel een beetje hierboven. Je voelt het. Je voelt het wel goed. Maar goed, mensen voelen niet aan mijn haar. Je ziet het een beetje hierbovenop. En wat je vooral ziet is dat mijn haar een beetje... in één positie... Als ik iets met mijn haar doe, blijft het zo staan. Omdat het zo vet is. En als ik bijvoorbeeld een staarting doe, dan vind ik het echt niet mooi. Dan zie je echt goed dat het vet is. Maar ja, het valt me eigenlijk heel erg mee. Ik had echt verwacht dat ik niet over straat zou durven. Nou, daar heb ik echt geen last van. Waar ik nu wel een klein beetje mee zit, is dat morgen mijn beste vriendin Shaniqua jarig is. En ik ga morgen naar haar toe. En Shaniqua is iemand dat als ik soms... Dan ben ik net één dagje later met mijn haren wassen. En toevallig zie ik die dag Shaniqua dan net. En zij ziet het meteen. En zij zegt, Tanja, je moet je haar wassen. Je haar is vet. Dan moet ik zeggen, dat heeft ze wel al heel lang niet meer tegen me gezegd. Dat was vooral echt wel een paar jaar geleden. Maar ja, mijn haar is nu 10 dagen niet gewassen. Dus ik verwacht toch echt wel dat ze het ziet. Ik wil dus niet tegen haar zeggen dat ik mijn 30 dagen niet aan het wassen ben. Want ik denk dat ze dan meteen denkt, gadverdamme, ik ga maar een eindje verderop staan. Terwijl... Als ze het niet weet, denk ik dat ze eigenlijk niet eens denkt... Oeh, je stinkt. Want ik stink niet. Ik stink gewoon niet. Maar ik heb wel bedacht, als ze iets over mijn haar zegt... Of als ik toch het gevoel heb dat ze het ziet, maar dat ze er niks over durft te zeggen... Dan zeg ik gewoon dat ik mijn 30 dagen mijn haar niet was. Om uit te proberen wat het met mijn haar doet. Dus dat is mijn oplossing daarvoor. Maar wat we morgen gaan doen, dat voelt een beetje als vals spelen. Maar ik had gewoon al van tevoren afgesproken met Shaniqua dat ik op haar verjaardag iets met haar zou gaan doen. En het is haar verjaardag. Dus zij mag kiezen wat. En zij heeft ervoor gekozen om naar een spa te gaan. Dus om ook te gaan zwemmen. Oorspronkelijk dacht ik, oh kut, dat kan dus helemaal niet. Want ik ga mijn 30 dagen niet wassen. En dan ga ik zwemmen. En dan is het toch een beetje vals spelen. Maar het is wat het is. Het is niet dat ik ga zwemmen omdat ik me zo vies voel. Het is geen manier om vals te spelen. Het is gewoon, ik ga het toevallig doen. Het staat toevallig op de planning. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het ook ergens wel toch wel een beetje fijn vind. Niet voor mijn lijf, want ik heb geen last van mijn lijf. Mijn lijf voelt niet vies. Maar wel voor mijn haar. Ik ben wel blij als mijn haar gewoon even nat wordt. Maar ik ga wel gewoon... Ik denk dat je daar wel moet douchen als je eruit gaat. Dat ga ik dan heel kort even doen. Ik ga gewoon even onder water staan, maar niet verder. Ik ga verder niet wassen. Of ik neem verder geen producten mee om me in te zeepen. Of mijn haar te wassen, gewoon niks. Dus ja, ik denk dat het wel soort van het leven iets beter maakt. Dus het voelt wel een beetje als vals spelen. Maar het is nou eenmaal wat het is. Het is al moeilijk genoeg om 30 dagen te vinden om dit te kunnen doen. Omdat ik dit dus niet wil doen als ik voor de klas sta. Want ik wil niet met vet haar voor de klas staan. Uiteindelijk... ben ik wel nog steeds morgen 11 dagen niet gewassen. Ik ben terug van de spa, van mijn spa-dagje. En ik moet zeggen, ik heb zo ongelooflijk veel gezweet en al die sauna's. Dat echt gewoon alles druppelde over mijn lijf. Ik vind dat niet heel erg fijn. En maar heel weinig gezwommen. En ja, ik heb wel onder een douche gestaan, maar alleen maar zo gestaan en verder niks gedaan. Want ik mag mezelf niet wassen. Dus ik denk eigenlijk dat vandaag meer kwaad heeft gedaan dan goed. Ik vind mezelf ook nu wel een beetje naar zweet ruiken. Ik heb gewoon echt zo veel gezweet in al die hete sauna's. Dus ja, ik denk dat ik dit vandaag wel kan accepteren als vals speeldag. Het heeft niet heel veel goeds gedaan, denk ik. Het heeft meer schade toegebracht aan de hygiëne van mijn lijf, denk ik. Het is dag 13 en ik heb voor mijn gevoel vandaag een soort kantelpunt bereikt. Want ik had al een paar keer eerder dat ik dacht, ik ruik een beetje naar zweet. En dat ik gewoon andere kleren aan deed en het was weg. En ik dacht vanochtend, ik ruik een beetje naar zweet. En ik heb nu iets nieuws aan. Uit de kast komt het. En ik ruik nog steeds naar zweet. Dus het zit echt het zit in mij. Ik hoop nu niet dat het permanent is en alleen maar erger wordt. Ik hoop dat het weer weggaat. Ik weet niet waarom het weg zal gaan. Maar ik heb tot nu toe toch elke keer het gevoel gehad dat ik wel vaker naar zweet ruik en dat... rook en dat het weer wegging. En anders is dag 13 een kantelpunt. Dat is wel interessant. Ik ben nog niet eens op de helft, dus ik hoop het niet. Het is dag 17. En een paar dagen geleden was ik bang dat ik gewoon permanent naar zweet zou ruiken. Dat is gelukkig niet zo. Ik word 's ochtends wakker en ik ruik niet naar zweet. En bijvoorbeeld nu, ik ruik niet naar zweet. Het gaat gewoon prima. Het enige wat ik merk... is dat als ik ga sporten of als ik me een heel klein beetje inspan of een beetje opgevochten of gestrest raak, dan ga ik veel sneller zweten dan normaal. Dus normaal gesproken zweet ik eigenlijk helemaal niet snel. Of dan moet ik bijvoorbeeld een beetje, ja, noem eens iets,
anderhalf uur in de stress zitten en dan ga ik een beetje zweten. En nu is het na een kwartier, zeg maar, dat ik heb gezweten. En normaal gesproken zou ik na sporten wel hebben gezweet, maar ook niet echt dat je het ruikt. Maar als ik nu ga sporten, en dat doe ik echt wel minstens 3 keer per week elke keer, ruik je het zeker. Maar ja, dan ga ik s'avonds slapen en 's ochtends is het weer weg. Dus wat ik eigenlijk hoopte en ook een beetje verwacht had voor ik aan de uitdaging begon, is zo. En verder, mijn haar, ja, het valt me gewoon zo erg mee. Het zit niet op z'n allerleukst, maar of het er nou super vet uitziet, nou, dat vind ik heel erg meevallen. Ik vind het er minder vet uitzien dan een paar dagen geleden. En niemand heeft er ook iets van gezegd. Terwijl ik meerdere mensen in mijn leven heb die wel eens zeggen, Tanja, je moet je haren wassen. En meerdere van dat soort mensen heb ik ook gezien in de afgelopen paar dagen. En ik heb zelfs de nadruk op mijn haar gelegd. Omdat ik toen zei dat niemand tot nu toe had gezien dat ik mijn haar had geverfd. Dus toen gingen ze echt kijken van, oh, heb je je haar geverfd? En ze zeiden gewoon helemaal niks. Ik ben echt zo verbaasd. Maar het lijkt allemaal super erg mee te vallen. En daar ben ik wel blij mee. Want ik ben over 11 dagen jarig. En het zou fijn zijn als ik niet super, super vet haar heb dan. En als ik ook niet super, super erg stink. Is je iets aan mij opgevallen? Shit. Het is niet erg als het je niet is opgevallen. Nee. Oké, ik heb iets gedaan waarvan ik zei dat ik het over na had te denken om te doen. Maar dan in augustus. En zei je, nou doe dan maar in juli. Dan ben ik toch weg. Vandaag is dag 24 dat ik me niet heb gewassen. Echt? Echt. Wat goed. Dus het valt heel erg mee. Ja. Jij was zeker bang dat ik echt een monster zou zijn. Nou, mijn haar valt sowieso mee, maar ook... Je hebt je lichaam ook niet gewassen? Nee. Helemaal niet? Nee, ik heb niet gedoucht, 24 dagen niet. Daarom heb ik niet met jou gedoucht. Nou, ja, niet. Nou, alleen in de sauna. Want moest ik heel even daarna onder een douche staan. Maar toen heb ik ook echt alleen maar zo gestaan en niks gewassen en zo. En Shaniqua die zei, wil je niet mijn shampoo en mijn zeep? Zeg ik, nee hoor. Valt mee, hè? Ja, valt heel erg mee. Ik had het helemaal niet gemerkt. Nog een week. En dan mag ik een douche. Het is dag 26 en hoe leuk is het dat de warmste dagen van het jaar met 35 graden, oké, 33 graden, ik heb niet hoger dan 33 gehad, dat juist in die dagen ik me 30 dagen niet aan het wassen ben. Het is echt wel, ik heb het gewoon heel erg heet. Het is in dit huis ook heel erg heet. Ik moet zeggen, ik heb ook wel nu veel aan, maar dat komt omdat ik gisteren een heel klein beetje verbrand ben en dus ik wilde mijn schouders beschermen. Ik heb ook de helft van de dag trouwens met minder aan rondgelopen. Maar het is gewoon heel kut, want ik voel me gewoon best wel vies. Je voelt je natuurlijk best wel snel vies met warm weer en normaal kun je er iets aan doen. En je kan ook lekker afkoelen door onder de douche te gaan. En dat kan ik nu allemaal niet en dat is wel vervelend. Gisteren heb ik gezwommen in de zee, dus heb ik wel weer eventjes... Mijn lichaam heeft wel weer even water over zich heen gehad. Maar mijn huid was dus ook vet zout juist en zanderig. Ik ben wel weer even onder water geweest met mijn lijf. Wat op zich een fijn idee is. Alhoewel ik eigenlijk niet echt over nadacht van oeh, dit heb ik lang niet meer gedaan. Maar daar heb ik verder niet zoveel last van. Maar het is wel echt dat je juist eigenlijk als je in zee hebt gezwommen en op het strand hebt gebanjerd, wil je juist graag daarna, volgens mij is Pip thuis, wil je juist graag daarna douchen. En dat kan niet. Maar goed, het zit er bijna op. Oké, het is dag 30. Het is de allerlaatste dag. En morgen mag ik weer douchen en mijn haren wassen. En je moet zeggen, het is toch een beetje wat ik had verwacht. Want ik voel me helemaal niet vies. Ik heb helemaal niet dat ik denk, oh, hoe moet ik morgen douchen vandaag? Ik voel me gewoon best wel prima. Ik denk wel dat er een heel licht zweetgeurtje om mij heen hangt. Maar ik heb er zelf niet echt last van. Jij er last van, joh? Nee. Nee, joh, er is ook geen last van. Het enige waar ik echt eens last van heb gehad en nog steeds heb, is mijn haar. Dat het gewoon niet echt wil zitten, maar dat het gewoon echt gewassen moet worden. Maar dat is eigenlijk een stuk overleefbaarder dan ik had verwacht. Dus we gaan nog even het laatste dagje niet wassen. En dan ga ik morgen lekker douchen. Nou. Dat was best een makkelijke uitdaging. Zoals jullie in deze video hebben gezien, ging het 30 dagen mezelf niet wassen me eigenlijk best goed af. Mijn haar zag er lang niet zo vet uit als waar ik heel erg bang voor was. En als ik
mezelf, als ik me vies voelde of naar zweet rook, dan ging ik gewoon slapen. En de dag erna was het eigenlijk gewoon weer weg en voelde ik me weer fris. Wel was het natuurlijk wel fijn om na 30 dagen weer een keer lekker te gaan douchen. Ook gewoon een soort van ontspanningsmoment. Maar ik moet ook erbij zeggen dat ik na die ene keer douchen, maar vervolgens weer een week niet heb gedoucht. Omdat het zo uit mijn systeem was om überhaupt nog te douchen. Dus het is wel iets dat ik nu echt weer actief in mijn systeem moet krijgen. Omdat ik er dan dus niet aan denk, omdat ik denk, ik ben vies, ik moet douchen. Ik voel me dus niet vies. En dan, toen was er zomaar weer een week voorbij en had ik opeens een week niet gedoucht. Dus eigenlijk pakte het wel een beetje uit hoe ik het had verwacht. Het is een eigenschap die misschien wel eens van pas komt in mijn leven. Dat ik gewoon heel lang kan gaan zonder te douchen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en misschien ook een beetje interessant ofzo. En dat jullie ook bij de volgende video weer komen kijken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Doei!